Hoi en welkom bij een nieuwe video. Zoals jullie in mijn laatste vlog hebben gezien, ben ik gisteren naar de kapper geweest. En ik ben soort van weer de old Malika. Ik ben mijn haar weer best wel heel erg blond. En ik moet heel eerlijk toegeven dat ik dit wel echt gewoon het meest bij mezelf vind passen. Ik ben blij met mijn haarkleur. Waar ik over met jullie wil praten is, zoals jullie op de achtergrond zien, ben ik aan het inpakken. Hasna en ik hebben voor ons allemaal ingepakt, want wij gaan nu richting Izmir. En vanuit Izmir nog 45 minuten door naar Alia. Alia is een plaats in Turkije. Ik heb er nooit eerder over gehoord. Moes ook niet, tot aan een paar dagen geleden. En waarschijnlijk gaat Moes daar vandaag bij de club tekenen. Het is wel een hele lastige keuze geweest voor hem. En hij heeft me dit keer heel erg bij betrokken. En hij zei van, Mick, weet je, laten we gewoon samen een keuze maken. Want 9 van de 10 tot nu toe in zijn voetbalcarrière zei ik, jongen, luister, als jij gewoon, je moet je hart volgen. En zolang jij je hart volgt, volg ik jou ook. En ik neem jullie mee. Ik vind het ook heel erg spannend. Waarschijnlijk een nieuwe chapter. Maar wat ik ook gelijk hierbij wil vertellen is dat ik en de kids en Hasna dus, zeg maar, want Hasna hoort nu ook even bij ons. Wij gaan niet mee naar Alia. Dat is de keuze die Moes en ik eerder hebben gemaakt. We hebben gezegd van als dit en dit en dit het wordt, dan gaan we aan de kinderen denken dit keer. We gaan ze niet weer van school halen en dan daar op school settelen. En dan over 1 jaar of 2 jaar daar weer van school afhalen. Dat willen we niet doen. Maar wat wij gaan doen of wat onze keuze gaat worden, ligt dus aan, gaat hij daar tekenen, ja of nee? En als hij daar tekent, gaan wij, tenminste ik, met de kids niet mee. Maar blijven wij in Bandırma of gaan we naar Izmir verhuizen of gaan we naar Istanbul verhuizen of gaan we naar het buitenland met de kids? Dat vertel ik jullie later. Alleen, er gaat wel heel veel veranderen en dit doen wij echt gewoon puur voor de kinderen. En ik weet dat er mensen zijn, gemeene mensen zijn, die onder mijn vlogs reageren met, ja, ik heb gehoord dat jullie uit elkaar zijn, maar dat jullie voor de kids bij elkaar blijven. Ik weet dat jullie gescheiden zijn. Believe me, als Moes en ik gescheiden waren of dat we... Moes is totaal geen type die bij me zou blijven als we gescheiden zijn. En ik ben totaal geen type die bij hem zou blijven als ik gescheiden ben. Of dat we het alleen voor de kinderen. Wij zijn beide helemaal niet zo. Dat hebben wij niet, gewoon niet in ons. En wij zijn hartstikke gelukkig. Ik vind het zelfs zo dom dat ik überhaupt hierover wat moet zeggen. Maar ik kan gewoon soms niet tegen die gemene mensen die het liefst blijkbaar ons uit elkaar willen zien of uit elkaar willen halen. En ik wil gewoon laten weten dat Moes en ik gewoon, Mustafa en ik gewoon, ja, Moes is gewoon mijn alles. En ja, we leven samen. We zijn gelukkig in onze huwelijk, jongens. En voor de rest gaat jullie helemaal niks aan. Het is gewoon alleen super lachwekkend. En ik vind het gewoon echt heel erg dat ik daarover moet praten. Doordat ik dus afgelopen tijd ervoor heb gekozen om mijn gezin minder in beeld te zetten, gaan mensen er gelijk van maken dat het niet goed gaat in onze huwelijk. Het is gewoon lachen. Hebben jullie ook zetin? Ja. Oké, dus dat hebben jullie net op school gegeten? Nee, net niet. Nee. Hoe laat heb jij gegeten? Oh, heb je alleen ochtend gegeten? Nee. Oh shit. Wat? Ik had vandaag afspraak bij tandarts. Oh ja, helemaal vergeten. Ga je het afzeggen? Ze hebben al gebeld. Oké, maar Oké, dus maar hebben jullie een leuke schooldag gehad? Ja. Waar gaan wij naartoe, jongens? Izmir. Ja, maar naar welke stad in de buurt van Izmir? Alia. Alia. Ja. We hebben de kids van school gehaald. Daar is brand. Maar nou, we gaan nu vertrekken. Nee, dat is geen brand. Kijk eens, jongens, Alia. Ja. Nou jongens, we zijn aangekomen, finally. We gaan in deze hotel verblijven. Ramadan. Tot nu toe ziet Alia er echt super mooi uit. En ik weet niet waarom, het doet me ook een beetje denken aan Chesma. Want ze hebben hier best wel veel huizen en zo. Die echt lijken op Al-Chat. Chesma, sorry. Oh, sorry. Nog een keer. Sorry.
Maar ja, het is ook een uur van Çeşme vandaan. En ongeveer 35 minuten van Izmir vandaan. Dus echt top, top locatie. En het zit echt gewoon bij zee. Dus een en al zee, 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 zee. Want we reden ook net langs een boulevard. Zag er kapot mooi uit. Jongens, het wordt zo lastig nu. Echt niet normaal. Want het is de eerste keer eigenlijk in onze huwelijk, zeg maar. Dat we nu echt een keuze moeten gaan maken van wat gaan we doen als gezin. Laat eens zien, jongens. Zeen wil jullie wat laten zien. Hij kan met één arm kan die opdrukken. Goed zo. Goed zo. Goed. Ik ook. Oké, laat jij ook maar zien. Goed zo, trots op jullie. En als Moes hier gaat tekenen, dan Moes en ik hebben afgelopen tijd heel veel met elkaar gesproken over wat gaan wij doen als Moes in Turkije blijft. Want wij willen de kinderen niet meer op Turkse en Engelstalige school. En volledig Engelstalige school hier heb je alleen maar in Izmir of in Istanbul. Maar we willen ook niet dat kinderen, willen niet dat kinderen continu vanaf nu eigenlijk, vanaf de zomer, dat ze niet om de jaar of om de twee jaar weer van school gaan. Aangezien ze, ja, vooral Arda. Arda is nu, wordt nu 8 in april. Dus we willen dat we een keuze gaan maken nu, hoe moeilijk het ook is, voor de kinderen. En waarschijnlijk gaan wij dus als gezin uit elkaar wonen. En ik ken zoveel voetbalvrouwen, zoveel meiden leren kennen tot nu toe, die ook precies dezelfde keuzes hebben moeten maken. Ook een meisje bijvoorbeeld uit Duitsland, Hilal, waar ik in Riese heel goed mee was. Die is ook vorig jaar teruggegaan naar Duitsland, zodat haar kinderen daar naar school gingen, terwijl haar man hier voetbalt. En Moes en ik willen in de toekomst in Dubai gaan wonen. En wij hebben tegen elkaar gezegd van, hè, misschien dat we dit jaar nog hun school afmaken in Bandirma. Dat ik dan gewoon in Bandirma blijf en dat ze hun school afmaken tot juni. En dat ik daarna dus wel met de kinderen in Dubai ga wonen. Ik ga toevallig eind deze maand ga ik naar Dubai voor 2 weken. Omdat ik daar mijn bedrijf heb opgericht ook. En ik moet Emirates ID ophalen. Daarvoor moet ik allemaal medische testen en zo gaan doen. En ik moet daar minimaal 2 weken verblijven. Daarvoor. En dan wil ik dus ook gelijk gebruik maken van op zoek gaan naar een appartement. En op zoek gaan naar een school in Dubai voor de kinderen. Dus waarschijnlijk gaan de kids, ik en Hasna in Dubai wonen. En Moes hier. Als die hier tekent. En anders gaan we nog afwachten. Ja, het is gewoon heel lastig. Het is heel lastig. Vroeger, of tenminste 3 jaar geleden, als ik zag dat een vrouw en een man als een teamgenoot van Moes of een andere voetballer. Als ik hoorde van zijn vrouw gaat met de kinderen terug in het land wonen waar ze vandaan komen. Of ze gaan in Dubai wonen of ze gaan in, weet ik veel, in een andere stad wonen, in een grotere stad. Voor de school dacht ik altijd, hoezo dan? Ik begrijp het niet. Dat hoeft toch niet per se. Maar ja, wij gaan die keuze ook maken. En dat doen we echt puur voor de kinderen. Hoe moeilijk het ook is. Maar we hebben wel gezegd van ieder dag of een weekend dat Moes vrij is, komt hij naar ons toe. Of wij komen hierheen. Dus, en wij zijn natuurlijk ook heel goed in reizen. En wij vinden het ook helemaal niet lastig om last minute de deur uit te gaan. En om te reizen. Dus dat moet goed komen. Alleen ja, het wordt wel echt een lastige keuze, jongens. Ik vind het echt heel moeilijk. Maar ik ben wel blij dat ik er nu sterk in sta. Sterker in sta mentaal. Omdat Moes en ik er afgelopen 2 maanden heel veel erover hebben gepraat. Echt heel veel. We hebben er zoveel over gesproken. Dat het nu gewoon... In het begin vond ik het echt super eng en niet leuk. En ja, Moes en ik hebben eigenlijk nooit op afstand gewoond. Sinds dat wij getrouwd zijn. We zijn altijd meegereisd met hem. We hebben altijd met hem gewoond. En nu ineens, ja... Het is gewoon niet anders. En voetbal is natuurlijk tijdelijk. Dus je wilt als voetballer zijnde ook er alles uithalen. En ik wil gewoon ook voor hem er ook zijn. En hem daarbij steunen. Dus. En natuurlijk, ja, nu de kids wat ouder zijn. Moeten we dus die keuze toch gaan maken, helaas.
Hoe sta jij daarin, Moes? Wat zei je? Hoe sta jij daarin? Ja, we hebben lang over getwijfeld, over nagedacht. Ja. Eigenlijk heb je alles gezegd. Voor de kinderen doen we zeg maar. Dit. Ja. Als ik ga tekenen tenminste. Ja. Arda, we hebben ook met jullie heel veel gesproken, hè, over dat wij voor school voor jullie gaan kiezen en dat we willen dat jullie op één school blijven. Ja. Of niet? Ik wil op één school blijven. Je wilt op Istek blijven? Voor 1 jaar. Tot nog 1 jaar kan niet, Basham. Want tot we gaan niet in, we gaan tot de zomer. Ik kan deze schooljaar hier afmaken. Ja, tot de zomer. Ja. Als mama echt een goede huis vindt in Dubai, die we nu kunnen pakken deze maand en ook gelijk een goede school, dan wordt het verhuizen. Want uiteindelijk als we daar toch gaan vestigen, hoe eerder hoe beter. En als mama toch gaat twijfelen, als je geen keuze kan maken, omdat we echt gewoon voor langere term denken, zeg maar. Dan ga ik niet die keuze heel snel maken, want we hebben er geen haast bij, want ze zitten nu gewoon goed. En we hebben nog steeds ons appartement waar wij in wonen in Banderma. Ja, dan gaan we alsnog ook op afstand wonen, maar is op dit moment niet anders. Want we gaan niet nu voor een halfjaartje van school wisselen of zo. Dat gaan we absoluut niet doen. Dat hadden we 2 jaar of 1 jaar geleden of 3 jaar geleden makkelijk gedaan. Maar dat gaan wij nu niet meer doen. Zo makkelijk gaat dat niet meer, want wij willen natuurlijk wel dat de kinderen gewoon goed met hun lesprogramma meegaan. Dus ja. Goeie spel verzonnen. Jongens, we gaan een spelletje spelen. Oké. Okay. Is dit live? Nee, dit is niet live. Er staat rec van de recording. Van wat hij aan het opnemen is. Okay. Noem maar hoofd. Oren. Neus. Bielen. Voeten. Water. Ja, gewoon. Oké, nu zijn jullie twee. Ik heb 2 keer gewoon je. Ik heb ja, jij natuurlijk niet een 0 keer. Tamma. Hou aan je pijn. Wat? Nee, het maakt niet uit. Hoort erbij. Hoeveel spijkerbroeken mee? Deze 2 beter. Ik neem ook nog. Je moet echt eigenlijk een beetje alles meenemen. Ja, maar dit is heel weinig. Maar ja, als weet je wat we ook kunnen doen? Nog een koffer klaarmaken. Aan Tahir Abi geven. En als Mert ons komt ophalen, dat Mert die koffer ophaalt en meeneemt. Ja, maar het heeft geen haast. Ik bedoel, volgende week komt Hasna ook toch? Oh ja, met die kids, ja. Het is niet zo dat ik nu alles nodig heb. Deze. De onderkant van deze. Ben je goed, hè? Nee. Niet aan, hè? Hi, good morning guys. Vergeleken met onze laatste beelden, we zijn al 2 dagen terug. Vandaag is het zondag. En tot en met vandaag waren ze dus bezig met het contract en alles doornemen en al het papierwerk. Dus vandaar dat we daar ook niet zijn gebleven. En moest nog akkoord krijgen vanuit Banderma Spoor dat die naar een andere club gaan, want hij staat hier nog onder het contract, nog een half jaar tot aan de zomer. Dus hun moesten natuurlijk ook eerst akkoord geven dat hij weg mag gaan, enzovoort. Jullie weten wel hoe die dingen gaan, denk ik. Zo ziet een beetje voetbalwereld eruit.
En ik ben vanochtend wakker geworden. Toen heeft Moes gezegd van Miek, alles is akkoord. En ja, vandaag is de dag dat ik moet gaan. Ze verwachten me vandaag al daar. In het hotel. En wij gaan natuurlijk mee om hem te supporten. Want hij gaat waarschijnlijk morgen echt tekenen en zo. En de kids even de stad goed laten zien. Want eergisteren of 2 dagen geleden toen we daar waren, kwam best wel laat aan. De volgende dag zijn we best wel op tijd vertrokken weer terug naar huis. Dus we hebben ook niet de stad gezien of zo. Dus we willen morgen bijvoorbeeld de stad ingaan, naar het stadion kijken. En vooral de jongens daarin meenemen. En ik wil natuurlijk Moes ook heel graag supporten daarin. Moes gaat de komende tijd in een hotel verblijven. Totdat hij dus een appartement vindt voor zichzelf. En in het aparte complex van de club, zeg maar. Want Thesis noemen ze dat hier. Het huis van de club. Want daar krijgen de spelers ook altijd een kamer. Daar wil hij niet verblijven. Daar heeft hij wel natuurlijk zijn eigen kamer. Daar moet hij ook verblijven voor de wedstrijden en zo. Voor de thuiswedstrijden. Dat zijn de regels. Maar daar wil hij niet gaan wonen, zeg maar. Dus hij wil wel echt een appartement vinden. En ja, ik vraag me niet hoe wij ons erbij voelen. Want ik heb er wel echt heel veel moeite mee, merk ik. Het is gewoon raar. Raar in de zin van, we hebben nooit uit elkaar gewoond en... Wacht. We hebben nooit uit elkaar gewoond en... Nu is het zeg maar dat we wel uit elkaar moeten wonen en... Ja, moet niet, maar we doen het voor de kinderen. En waarschijnlijk ga ik ook dus met de kinderen naar Dubai. Uiteindelijk, hoe snel we dat gaan doen, weet ik nog niet. Ligt aan mijn trip straks. Ik ga over een week naar Dubai. Oh, I like. Really? It's nice. It's really beautiful. I like, I like. You like? Yes. Yes, it's beautiful. But what jacket I take with this? Black or beige or green? I think all it's good. Black is good, beige it's good, and green is good. Yes, I don't know. Yeah. En ja, wat wij uiteindelijk gaan doen, hoe lang we in Bandirma gaan blijven. En of we wel of we niet naar Dubai gaan emigreren met de kids. Tenminste ik en de kinderen, omdat we dat het liefst willen, dat ze daar naar school gaan. Weet ik nog niet. Ik wil eerst gewoon even nog, ja. Show me. Jongens. Ik had even beeld uitgezet. Ik wil niet meer huilen, want ik ben de hele ochtend aan het huilen. Ik heb er gewoon mega veel moeite mee. En ik denk dat het ergste nog gaat komen. Want nu zijn we... Oh, oh. Moes, hoe kom ik van deze continu dat huilen af? Aan iets anders denk. Ik ben ready. Ja, ik moet doen. Je zegt aan iets anders denken, Moes die... En ik nog een jaar. Ik ben aan het duiden. Het is maar 2 uur. Dus ik ben aan het duiden dat ik in Bandirma woon. En je gaat 2 uur en 20 minuten hier vandaan wonen. Laat staan als ik straks naar Dubai ga verhuizen. Ik heb gewoon moeite met het feit. Ja, dan is het nog een grotere afstand, snap je? Dan is het de andere kant van de wereld. Oké. Okay. Ja. Het is gewoon de eerste keer dat wij gewoon uit elkaar gaan wonen. En dit doen we echt puur voor de kinderen en voor hun school. En ja, uiteindelijk ga ik misschien ook nog met de kinderen naar Dubai. Dan wordt het nog moeilijker. Alleen, ik wist niet dat ik er zoveel moeite mee zou hebben. En nu moet ik echt stoppen met praten. Moet ik omkleden, want we gaan vandaag naar Alia. Moes moet zich daar vandaag melden. Nou jongens, we zijn ready. Moes heeft zijn vooral zijn spullen ingepakt. Zijn kussen. Het gaat mee. En wij nemen echt letterlijk alleen deze kleine koffer mee. We zijn ready. Ik ben ook niet meer aan het janken. Maar ik ga er ook niet meer over praten. Want dan ga ik gelijk weer beginnen met huilen. Want ik weet dat ik vandaag de rest van de dag alleen maar ga huilen. Huilen, 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 huilen. Want ik ben echt super emo. Het is gewoon, het voelt raar. Ik kan het gewoon niet uitleggen. En ik weet dat er ook heel veel mensen zijn op dit moment die aan het kijken zijn. Die zullen vast wel denken van... Ja, het is raar dat jullie zo'n keuze hebben gemaakt of wat dan ook.
En deze keuze hebben we ook echt niet makkelijk gemaakt. Gewoon echt niet. We hebben praten er al 2-3 maanden over. We zijn continu aan het denken van wat nou als dit. Wat nou als dat. Stel je voor dit of stel je voor dat. Dus het is niet nu dat we binnen no time hebben besloten. We hebben ook al de kinderen hier naartoe gewerkt, zeg maar. De kinderen. Arda, ja. Heb je er zin in? Ja, gaan we. We gaan zo als je komt. Het doet zo lang. Ja, we gaan nu. Kom maar schoenen aantrekken. En het mooiste is, Hasna die moest ook echt met mij mee huilen. Ik ben zo blij dat ik haar heb. Ze was ook met mij keihard aan het huilen toen straks. Keihard? Ja. Yeah. Toen ik er was? Jawel. Maar had ik dat gezien of niet? Nee. Maar waarom is mama aan het huilen? Dat je blij bent. Ja, sommige mensen huilen omdat ze blij zijn. Maar waarom is mama verdrietig? Papa, omdat ze in Bergen gaat wonen. Ja. Maar dat zagen we al aankomen, toch? Nee. Jawel, wij hebben dat toch wel heel vaak tegen jou gezegd. Dus je kan binnen. Maar papa gaat niet ver wonen. We gaan papa heel vaak zien, inshallah. Hè? Huh? Waar? Spelletjes vergeten. Oh ja, hebben jullie spelletjes? Gaan we spelletjes in het hotel? Ja. Dat is leuk. Als wij er echt heel veel moeite mee hebben, dan willen papa en mama toch wel echt gewoon dat we met z'n allen gewoon in één huis zitten, in plaats van in twee huizen. Hasna had een klap gemaakt. Ik heb niks gegeten. Dan moet ik de hand. Don't forget this one. Okay. They want to play games. Ah. Yeah, it's really good. It's really good. This is with caramel. Yes, it's really good. You want iced coffee? Okay. With caramel? Yes. Okay. Papa, ice koffietje maken voor mij en haast even onderweg. I'm so happy that you are with us. Hold on, because if you were not here, it would be more hard. Alhamdulillah. Yeah, alhamdulillah for everything. Hold on. I put bukhor in the morning. I smell, I was sleeping. Yes. And I wake up because I smell bukhor. Yes, I smell the oud. I was thinking, huh? First I think it's fire. Because I wake up, I think, oh my god, it's fire. Something is on fire. And then I was like, oh no, no, no. This is like oud. This is like bukhor. This is good. You want to make more? Yes, I need more milk. Thank you. Guys, Moes is even naar de thesis gekomen. Hij moet hier een brief ophalen. En hij moet niet. Dit is niet, trouwens niet de thesis. Dit is hun trainingscomplex daarachter van Wandermaspoor. Hij moet hier een brief ophalen. De kids zijn met hem mee naar binnen. Daar komt hij al. Waar zijn de kids? Hij is zeker iets vergeten. Waar zijn de kids? In de binnen. Oh, blijft, duurt het lang? Nee. Oké, okay, als je.
Moes, zijn je teamgenoten daar? Nee, iedereen is weg. Oh, meen je niet. Jammer, kan je geen afscheid... Ik zie het sowieso nog wel. Ja, dat zo. Ik ga nog een afscheidsetentje doen met Remy, Sebio en zo. Ik allemaal afscheidseten. Ik ben ook tegelijk met mijn schoonzusje aan het praten hier, jongens, met Bethel. Bethel, zeg hi! Hi! Ik zat Bethel te vertellen hoe emo ik vandaag ben. Maar ik probeer gewoon positief te blijven. Ja, weet je wat het is, Bethel? Zoals je weet, Moes en ik... we zijn bijna 10 jaar samen. We hebben nooit echt uit elkaar gewoond of wat dan ook. Ook al reizen we veel, los van elkaar of wat dan ook. We hebben toch gewoon één huis. En je weet hoe gehecht de kinderen aan Moes zijn. Je weet hoe hij is met de kinderen. En ze hebben gewoon zoveelzelfde interesse. Ze altijd samen wedstrijden kijken en trainingen en weet ik het wat allemaal. En vooral dat stukje is iets waar ik moeite mee heb. En denk van... Is dit het waard, zeg maar. Snap je? Ja, ik snap het. Is dit het waard in de zin van... Is dit het waard allemaal om het geld en weet ik het wat allemaal? Ik heb ook tegen Moes gezegd van... Je hoeft van mij echt niet naar deze club. Omdat deze club gewoon veel geld geeft of wat dan ook. En niet alles draait om het geld. En alhamdulillah, ons leven is goed en we zitten safe en... Voor mij het belangrijkste is dat jij achteraf terugkijkt naar je carrière en zegt ik ben trots op jou. Of dat de kinderen trots op je zijn. Dat is voor mij het enige wat telt. En dat moet niet ten koste gaan. Werk moet niet ten koste gaan van het geluk, snap je? Maar dat is lastig met voetbal, want ja, voetbal doe je niet. Hij kan niet over 10 jaar nog voetballen. Op professionele niveau, want uiteindelijk gaat hij ook met pensioen. In 5 jaar, dus ik gewoon 5 à 6 jaar. Ja. Ja. Ja, ik vind het heel lastig. En uiteindelijk, als we toch besluiten om, hè, stel dat ik wel een appartement vind in Dubai en. En ik wil een appartement die dicht bij ons appartement is die we hebben gekocht. Die is in 2026 klaar, over 2 jaar, inshallah. Dus over 2,5 jaar is die klaar. En ik wil dus een appartement vinden daar in de buurt en een school daar in de buurt. Zodat als we, stel je voor, vanaf de zomer brengen we de kinderen daar naar school. Of vanaf april, ik zeg maar wat. Dit jaar, ja. Dat we over 2,5 jaar niet zoiets hebben van... Oh, dan moeten ze weer van school wisselen, want we gaan naar de andere kant van Dubai. Snap je? Ja, nee, dat is heel fijn. Ja, dus daarom wil ik alvast een beetje in de buurt zitten van waar ons eigen appartement is straks daar. Ja. Dat is wel fijn. Ja. Even neer. Ja. Dan kan je even stappen. Guys, dit is dus de Alia. We zijn er al. We zijn ja, een beetje laat, maar hier Alia. Ja, moest in je nieuwe woonplaats. Welcome to your new crib. Dus ik heb 2 verschillende kinderen. We zijn trouwens aangekomen in Alia, zoals jullie hebben gezien. We zijn nu in een pizzeria. En de eigenaar hiervan is blijkbaar de president van de club. We zijn hierheen gestuurd, we gaan hier lekkere pizza's eten. Maar ik heb even een discussie hier, tenminste deze twee hebben een discussie. Ik vroeg aan hun, wat willen jullie? Willen jullie verhuizen naar Dubai en lange tijd op één school blijven? Of willen jullie, zeg maar, dat we gaan verhuizen naar Izmir? Dan zitten we wel dichter bij papa, want Izmir is hier 40 minuten vandaan. Arda zegt ik wil naar Izmir, want dan ga ik papa vaker zien. En hij zegt ik wil naar Dubai. Welke pizza wil jij niet? Which pizza you want? Jij wil zeker de pizza. You don't have pictures. But you have everything. In je check? Nou, je wil zeker pizza met. Je moet wel een spreidje. Ik sta de baard gewoon. Het is Peppa Pig. Peppa Pig? Is dit Peppa Pig? Ja. Nee, ik denk dat dat eerder een konijntje is.
Nee. Ja. Dit is Peppa Pig. Kapot. Guys, ik heb een Caesar salad pizza. Kijk hoe leuk. Ik ga helemaal stuk. Te chocolair. Bon appetit iedereen. Ik wist niet dat dat een grap was. Good morning guys, we leven een dag verder. Hi baby. Wij zijn zover. We gaan met Moestie mee naar de club. Want Moestie gaat vandaag tekenen, inshallah. En gaan we hem even supporten daarin. En daarna moet hij ook gelijk naar zijn eerste training met het team. Want die zijn vandaag weer begonnen met trainen. We waren terug van een trainingskamp. En Arda, ben je ready? Helemaal in your house of basics kleding. Laat zien, Zee. Laat zien jouw kleding. Nice, nice, nice. Hier hebben de kids geslapen. Hi, Musti. Good morning. Morning. Are you ready? I'm ready to go. Ready to go. En Musti heeft zijn eigen kussen mee, by the way. Ik wilde jullie even het uitzicht laten zien. Echt denken aan alle chatten Cheshme. Want je hebt hier heel veel van dit soort villa's. En dit maakt me echt super gelukkig. En we zijn nog achtergekomen dat ze hier dus gewoon een hele goede school voor kinderen hebben. Die we ook in Bandirma hebben. Die ook Engels staat. Die ook gewoon lessen in het Engels geven. Maar dan heb je wel weer 50-50. 50% Turks, 50% Engels. En dat is precies wat we niet willen. Maar gisteravond gingen we nog een beetje de stad verkennen. En ik vond het hier zo mooi of zo leuk dat ik denk van ja, dit is nog beter dan Bandirma. Tenminste, hoe het er tot nu toe uitziet. En heel misschien dat we zelfs hier komen wonen, maar we moeten uiteindelijk toch echt namens de kids gaan denken natuurlijk. Maar dat komt goed. Ik neem jullie vandaag gezellig mee. Blijf kijken. Jongens, hebben jullie er zin in vandaag? We leven vandaag op maandag. We hebben vrijgenomen van school. Guys, it's official. Jongens, it's officieel. Papa heeft getekend. Ja! Nee, doe maar beter niet. Doe maar beter niet. Nee, doe beter niet.